Ja, het staat je super mooi. Jullie hebben buikpijn weer, hè? Weer opnieuw. Dus nou zitten ze echt in quarantaine. Hé, hey, Eefje. Hoe gaat het? Hi, Bella. Hallo. Hallo. Heb je pijn aan je poot gedaan? Ik zie het. Ik zal eens kijken. Hé. Schatie. Hoe is het? Dus echt alles moet helemaal geboend worden met chloor. Dat doen we 2 keer per dag. En we ruimen sowieso 10 keer per dag of zo alle poep op. En op die plekken wordt chloor gegooid. En zo gaan we het zo snel mogelijk onder controle krijgen. De pups krijgen ook allemaal medicatie. 's Ochtends krijgen ze de medicatie tegen de schimmel en 's avonds tegen de giardia. Dus nou gaan we ze snel onder controle krijgen, hoor. We hebben nou zoveel voorzorgmaatregelen genomen en gezorgd dat ze echt goed in quarantaine zitten. En straks gaan we 1 voor 1 gaan we kijken welke honden gezond zijn. Die halen we eruit, die observeren we dan 2 dagen en zo gaan we de groep splitsen, zeg maar. En gaan we kijken of ze echt allemaal gezond zijn. Dus ja, heel plan. Heel veel werk ook weer. Maar dat hoort er allemaal wel bij. Dat is natuurlijk wel gewoon een rescue center. Hé, Benji? Lekkere Benji? Ja. Een knuffelen moet je dus eigenlijk niet doen. Maar ja, goed, deze pups moeten ook gesocialiseerd worden. Want ze moeten natuurlijk ook naar baasjes. En die eerste zoveel weken zijn super belangrijk. Dus we knuffelen gewoon. En Jamie en ik zalven dus onszelf en wassen onszelf dus ook met speciale shampoo tegen de schimmel. Het is goed. Klaar. Al klaar. Kom maar, James. We hebben geen water achter. Dus we gaan nu met de quad. Gaan we water naar achter brengen. Dus dat is wel een uitdaging. Er is iets met de waterdruk. Dus we hebben in huis wel, maar achter op het terrein niet. Dus
goed, daarom hebben we dat kwadje dus ook, om dit soort dingetjes mee te kunnen doen. Hij is leuk om mee te spelen, maar ook heel handig. Dus Timmy is lekker aan het uitslapen van de castratie. Maar waarom is dit karton hier? Dan kunnen de poesjes lekker in slapen. Mm-hmm. Zit er iemand boven? Ja, Mila zit er boven. Die houdt er helemaal uit. Ja, zie je dat? Zij is bang. Zit er daar ook nog eentje? Ja. Maar hoe komt zij daarop? Ze klimt daar. Kijk, gaat ze door het gat. Ja, ze klimt. En dan gaat ze door het volgende gat. Gaat ze weer door het gat, weer door het gat. En dan kan ze erop. Of ze gaat hier op de plankjes. Gaat ze omhoog en dan loopt ze zo naar boven. En daar en dan kunnen ze springen. Kan ze daar naar boven? Dan springen ze daar en dan springen ze daar en dan springen ze daar. Ja, precies. Als ze eten en ze hoort het, dan springt ze meteen. Mini kan toch wel geaaid worden? Ja hoor, je kan haar aaien. Maar meestal schrikt ze in het begin. Dus als je er aait, moet je er ook echt goed aaien. Wat is dat? Gewoon goed aaien, ja. En zie je? Wat is dat? Doe maar op de ruggetje. Ja, en dan lekker kriebelen, dat vindt ze lekker. Wat is ja, dat? Ja, dat ja. Wat goed is zo. Dat? Dat is een speelpoes. Heeft zij ook huidkanker? De poezen. Nee hoor, ze heeft geen huidkanker. Wat is dat? Zie je, dat ziet er goed uit. Nee, dat is gewoon dat? Zwart van haar pigment. Nee, als het net zoals bij Snowy, dan komen er dikke korsten op, zwarte korsten. Maar dat is niet. Tamara, wat is dat? Dat is om te spelen. Timmy vindt die heel leuk om tegenaan te slaan. Waarom sta jij wel echt heel dicht bij deze? Omdat ik er niet aanraak. Oh, is ze bang dan? Nee, dan gaat het goed. Als ze zeker weet dat je er niet aanraakt, dan doet ze ook niks. Maar als je nou je hand naar haar toe doet, dan doet ze het wel. En ze klappen. Dan geeft ze een klap. Gewoon wegwezen jij. Dan bijt ze. Want ze vindt aaien niet leuk. Daar houdt ze niet ze van. Doen maar jou. Ze kiest er zelf voor om hier nou zo te komen liggen. Ik wil hier uit. Dus volgens mij vindt ze het best wel gezellig zo tussen jullie in helemaal. Ik vind het knap van Snowy. Mag ik mezelf drinken? Echt lastig, hè? Gaat het met je? Liefje? Hallo? Hallo knappie? Hoe gaat het? Ja, gaat het goed? Je bent zo mooi, hè? Zo schattig ook. Ja, zo schattig ook. Wil je dat ik over je buikje ei? Dan moet je wat dichterbij komen. Wel doen. Ik wil het wel. Moet je komen? Ja, moet je even komen. Kom dan. Kom dan. Ga maar gauw bij je mami, hè? Ja, waar is je hand? Bij mama bellen. Mama bellen. Hey. Goed zo. Goed zo. Goed zo, Snoes. Ja, dat is best fijn, hè? Knuffelen. Ja. Dat is best wel fijn.
lekker ding. Het is fijn, hè? Zo lekker zo hier kriebelen. Oeh, ja, dat is fijn. Oeh, dat is fijn. Ja. Oeh, en hier. Oeh, dat is ook fijn, hè? Oeh. Poppetje. Je bent bijna uit je bandje geroeid. Je hebt een nieuwe nodig. Puppybandje 1. Is te klein. Ja, ik heb nog wel een hele mooie voor jou. Juk, 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 hè? Wonderkindje, hè? Vliegt al bijna naar Nederland. Over 8 dagjes, volgens mij. Nee, iets langer. Volgende week donderdag, de 19e. Spannend. Dat is spannend. Het is zo lief. Poppetje. Ja, je doet het goed hoor. Nog steeds veel last van schimmel. Hè? Nou, we hebben nou hele goede nieuwe tabletjes. De beste. De beste die er bestaan. Dat is het 4e product wat we proberen. Hm? Ja. Zo jeuk, hè? Kan jij niks aan doen, hè, Poppy? Nee. Daar ben je ook maar mee geboren. Staat er wel veel beter op je pootjes. Ga staan. Ga staan. Ja, is niet meer zo doorgezakt. Je bent niet meer zo doorgezakt als vroeger. Ja, lekker bekkie. Lekker bekkie. Je bent zo schattig. Wat ben je mooi. Ja, je ziet er zo mooi uit. Lekker helemaal gepoederd. Ik bedenk alleen dat ze niet kan poepen. Daar moeten we nog eens even naar kijken zo. Ja, het staat je wel. Ja, het staat je super mooi. Nou, daar zit Evie dan met het rui. Evie die had van begin af aan als schimmel, dat is ringworm. Maar zij heeft een hele hardnekkige variant. En die krijgen we dus eigenlijk echt niet onder controle. Het is zeer besmettelijk. Dus dat is niet zo heel handig. Daarom zijn dus de andere bospups en zo ook allemaal besmet. Maar goed, de bospups die hadden Giardia bij en die hebben Evie weer besmet. Maar goed, je kan er ook voor kiezen om alles gescheiden te houden. Alleen, je zit ook in de socialisatieperiode natuurlijk. Dus die pupsen moeten ook met elkaar opgroeien en die moeten wel contact hebben. Met mensen en met dieren. Dus ja, het is gewoon heel lastig. Alleen, nu is onze Zanzi dus ook besmet. Was op zich te verwachten, want die loopt natuurlijk altijd bij mij. En ik ben zelf ook besmet. Maar ja, goed, dat hoort er een beetje bij. Je gaat er niet dood aan. Het is gewoon jeuk en je krijgt er een zalfje voor. We hebben dus eerst een paar weken lang gewassen met shampoo. En dat helpt dus niet. Toen hebben we tabletjes gekregen, die helpen ook niet. Toen hebben we een vloeibaar spul gekregen, dat doe je elke dag in de mond. Dat helpt ook niet. En nu hebben we dus deze, daar ben ik gisteren mee begonnen, maar dat is best wel heftig spul. Dus we hebben de pups gescheiden. Bella die blijft samen Eefje, want ik vind het echt zielig om... Eefje alleen te zetten. Dus Bella blijft bij haar. Totdat ze weggaat. En Zanzi, daar heb ik dus vanmorgen ook wat bij ontdekt. Dus die krijgt het nou ook. Die gaan we een maand lang geven. En dit is tegen de Giardia. Moet ze elke dag een pil.
En Giardia is dus diarree, heel erg diarree. Dit is een crème, die hadden wij dus van de boutique gekregen voor onszelf. Boutique is een apotheek. En dat zou dus helpen tegen de schimmel. Nou, dat is helemaal niet waar, want Cheryl, de dierenarts, was hier dus van de week. En die zegt dat is gewoon verdovingscrème. En dat helpt helemaal niet tegen schimmel. De schimmel wordt daar juist heel erg blij van. Want het is lekker vettig en vochtig. Dus daar hebben we dus heel tijd mee gesmeerd. Dat verklaart ook waarom onze plekjes niet weggegaan zijn. Want normaal gesproken, als je dit spul gebruikt, dan ben je er zo vanaf. En dit heb ik nu dus ook bij Eefje erop gesmeerd. Of gepoederd. Het is heel mooi droog spul. Alleen het is niet goed als de honden het oplikken. Dus daarom heb ik nou de truitje om. Kijk, hier zie je het allemaal wel. Daar kan ze niet likken op haar eigen hoofd. En aan de onderkant van de pootjes heb ik het gedaan. Hey, super goed, hè? Ja. Dus hier houden wij ons tegenwoordig mee bezig. Giardia en schimmel. Poppy, ga je terugbrengen naar Bella. Ja, en dan krijg je lekker eten.